Deze aflevering in locatie onbekend. De finale in Georgië. Kom! Fucking hell, waarom doen we dit? Stap op het veld! Wat doe je als je samen met je vrienden op een van de meest verlaten plekken ter wereld terechtkomt? Hé, ik ben hier echt niet voor gemaakt! De enige die je kan redden, dat ben jij. Waarom kom ik alleen maar dingen tegen die ik gewoon eng vind? Welk team komt er als eerste en binnen 48 uur op het eindpunt aan? Je ziet het in locatie onbekend. Georgië. In de vorige aflevering zagen we hoe de race in Georgië van start ging. Team Stuk neemt het op tegen de bankzitters en Hambe. Deze rare floeper erbij. Welkom bij de bankzitters, jongen. Of zoals alle kijkers in de comments van de vorige aflevering stemden, de hankzitters. Oké, we zijn vanaf nu de hankzitters. Let's go! Zij doen er alles aan om Team Stuk te verslaan. En er met de winst van door te gaan. Oh fuck! Ik weet niet hoe lang we dit nog volhouden, man. Ik ben helemaal kapot. Dit is wel onweer, ouwe. Godzamme, lekker in tent, hè. Is de tussenstand op de eerste avond in Georgië. De teams hebben er 8 uur lopen op zitten. En Team Stuk is een klein stukje uitgelopen op de hankzitters. Inmiddels is de avond gevallen. En trekt er een flinke storm over het gebied waar onze teams verblijven. Nee, dit is niet leuk. Ja, maar dit is ook niet leuk, man. Nee. Ja, dit is wel leuk. Nee, dit is niet leuk. Dit is toch avontuur, jongens. Kom op. Nou, jongens. Avontuur of niet. Ik zou maar snel jullie slaapplaats voorbereiden. Iets wat bij de hankzitters prioriteit nummer 1 is. Waar wij onze tent ook opzetten, mensen. Dit is echt niet normaal. Dit is echt horror. What the fuck, ouwe. Holy shit. Dit is echt horror. Ik jas die dingen er doorheen. Maar waarom de fuck geven ze ons ook zo'n moeilijke tent, weet je? Ja. Dus de ingang. Deze moet dus. Jezus. Ik ben fucking verhongerd. Dit is onze tent. Ik pas hier mijn eentje pas kan hier. Het is echt bizar. Nou jongens, we zitten gezellig met z'n allen in de tent. Hey. Echt, wat energie jij, jij hoe het, jij he? Zoveel energie hebt. Ik ga echt dood hier, ouwe. Laten we allemaal lekker gaan slapen, zou ik zeggen. Ik zeg wekkertje 5. Ik zeg, jij maakt mij wakker, ik zie het wel. Is goed. Oké, nou, ciao, peace. Oké, ik ben de enige die een tent heeft meegenomen. Was. Ja, ik was de enige die verstandig was. Holy fuck, die waaien ook gewoon takken tegen me aan. Oké, ik ga in mijn zak kruipen. En dan hoop ik dat het vanavond overleeft steeds. Ja, dat heb ik ook. Doe jij eens even het lampje uit dan? Nee, ik laat hem aanstaan. Dat vind ik wel een fijn gevoel van een nachtlampje. Slaap lekker. Dit gaat zo'n lijpe avond. Dit is echt over. Succes van 8 mannen. Dag 2 breekt aan in Georgië. Het heeft de hele nacht hard geregend en geonweerd. En omdat de jongens zo hoog in de bergen liggen, kan de temperatuur zakken tot maar liefst 3 graden. Thomas en Stefan kozen ervoor om geen tent mee te sjouwen. En ondanks Giel zijn aanbod om bij hem te slapen, sliepen ze vannacht buiten in de regen en het onweer. Het was echt een verschrikkelijke nacht, dames en heren. Ik had niet verwacht dat het zou gaan regenen, man. Ik valt echt even heel erg tegen alweer. Het was echt een helse nacht. Het heeft geregend. Storend. Het was echt verschrikkelijk. Onweer, regen, wind, alles. Het spookt in het bos. Het was een nachtmerrie. Goedemorgen, Griel. Zo. Ik heb jullie echt tot 10 keer elke uur horen draaien, links, rechts, houding zoeken. Ik lag gewoon stil. En dan draaide je weer een uur later en dan ging het weer regenen en dan draaide je weer in om. Die storm. Ja. Jongens, waar zijn we mee bezig? Team Stuk zit er na een zware nacht volledig doorheen. Even checken hoe het er bij de hankzitters voor staat. Jezus, wat een nacht. Ik heb zo slecht geslapen nog nooit in mijn leven, man. Nee, liep lekker te snurken hoor. Dus de... Nou, blijkbaar snurkte ik dus in mijn slaap en werd ik daardoor 3 keer achter elkaar wakker gemaakt. Het stormde en alsnog kwam het gesnurk voor jou. Maar luister, na de 3e keer, toen viel ik opeens niet meer in slaap. Besef even dat, kijk deze tas. Het ding met deze tas is, ze lagen buiten, want ze past niet in de tent. Dus ik doe die tent open, ik zeg jongens, die tassen die zijn helemaal doorweekt. Dan gaan wij, ja man, dan hadden we die zakken eromheen moeten doen. Welke zakken? Ja, die zakken voor je tas, dat ze waterdicht zijn. Welke zakken? Ja, die heb ik in mijn tas. Ik heb wel een verrassing voor je handen, onder mijn matje, onder het hoofddeel. Ja, doe even kijken. Oh, joh!
Oh jongen, fuck! Oh mijn god! Ik werd wakker vanochtend, ik kijk zo hoe laat het is en ik zie die springkaart zo. Goedemorgen, echt een unit! Terwijl dit team hun vervelende logeer probeert weg te sturen, is team Stuk inmiddels wat opgefrist. En zijn ze klaar voor een nieuwe dag. De nacht is voorbij, we kunnen weer gaan lopen. Laten we om het uur even rustig pauzeren. Ja, lopen tot het ook niet meer kan. Okay, en om het uurtje een kleine pauze. Ja, dat is goed. Ik wil nog wel steeds winnen. Ja, daarom. En zo snel mogelijk richting het eindpunt. Oké, dan. En jawel, meteen een enorme klim. Goedemorgen. Nou, we hebben letterlijk 10 minuten gelopen. We gaan even een ander shirt aantrekken, want deze is alweer nat. Feest. Ja, doe maar jongens. Jullie zijn hier te ruiken. En het andere team is ook van start gegaan. En lopen na een tijdje door een steile vallei. Hoe gaat het daar, jongens? Goed nieuws, slecht nieuws en slecht nieuws. Slecht nieuws dan, goed nieuws, slecht nieuws. Goed nieuws, slecht nieuws, goed nieuws, slecht nieuws? Ja. Het slechte nieuws, we zijn nog niet klaar. Yay! Het goede nieuws, we zijn op het punt waar we gisteren eigenlijk hadden willen eindigen. Yay! Het andere slechte nieuws, ik moet ontzettend nodig poepen. Ik ga hier staan, Ik ga aan deze kant staan. Bro. Als een man moet poepen, dan moet hij poepen. Het is niet alsof er hier een toilet is. Maakt toch niet uit dat ik in de bosjes ga poepen? Er is geen privacy hier. Nee, ja, maar ik wil het ook niet zien, man. Ik zie gewoon jouw drollen dan... Wat maakt ons sterk? Drollen. Teamwerk! Huh? Kijk hem poepen. Gadverdamme, ouwe. Nou, genoeg over kak. Het is nu nog lekker, dus ik zeg, laten we proberen echt nu al zoveel mogelijk te lopen. Laten we gewoon keihard lopen en wanneer de piek van de warmte er is, gaan we even rusten. Ja, dan gaan we gewoon chillen en dan kunnen we even eten. Dit is voor mij... Oh mijn god, ik zie al dat papier daar ook gewoon liggen. Kijk, daar komt ie hoor, met alle trots. Was dat lekker? Nou, het lucht wel op. Nou, de boys kunnen weer opgelucht verder. Team Stuk is al de hele ochtend aan het klimmen. Dat is zwaar. Maar loont uiteindelijk wel. Holy crap! Ja, dit is hoog, hè? Wow! Moet je nog hoger, hè? Ja, we gaan nog hoger. Nou, zo heel veel hoger kunnen jullie niet meer, jongens. Enkele minuten later bereikt Team Stuk het topje van de berg. Daar ga je niet staan. En dan kom je uiteindelijk bij een klif waar je u tegen zegt. Ik hou je hand vast. En toen kregen we daar toch wel echt een heel fantastisch uitzicht. Holy fucking shit! Wow. Jezus, what the fuck? Steve, voordat wij begonnen met dit programma, locatie onbekend, hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan elkaar niet filmen als we moeten scheiden. Nee, maar we gaan het toch doen, want Thomas is momenteel aan het proberen te kakken. Ja. Ja, want na Raoul is het ook bij Toe tijd voor een number 2. En dames, vergeet niet, dit is de nieuwe Bachelor, hè? Het is moeilijk om niet in je broek te poepen. Zo kut. Een soort van troll op een, bovenop een bergtop. Oh. Dat is wel lekker. Gap, ben je aan het doen? De tering. Ik ruik het hier zelfs, gap. Jezus. What the fuck? Dat Thomas gewoon ongegeneerd, met camera en al, gewoon gaat poepen. Ben je klaar? Yes. Hij heeft veel gekakt. Ja, wat een mooi drolletje. Goed. Verreweg het mooiste plekje waar ik ooit een drol heb gelegd. En terwijl Team Stuk even van het uitzicht geniet, strijden de bankzitters en Hanwee tegen een vallei met een hellingshoek van maar liefst 17 graden. What the fuck? Het is zwaar, hè? What the fuck? Gewoon echt stijl omhoog. Het eind is in zicht. Ah, fuck. Ah, yes. We made it. En dat brengt jullie bij de volgende tactische keuze. We moeten nu een keuze maken. Of we gaan daar over het begaande pad, weer die vallei. Of wij gaan hier naar boven, naar rechts. En dan kiezen we het onbekende pad. Maar dan zijn we wel echt veel sneller. Ja, weet je wat het is? Hey, we hebben gisteren zijn we voor het begaande pad gegaan. Ja. Maar dat duurde gewoon te lang. Klopt. Punt. Ja. Daar zijn we gewoon te traag voor, hoe triest het ook is. Dus we hebben eigenlijk geen keus. Nee.
Dus fuck it! Onbekende pad, let's go! De jongens vervolgen hun weg dus over de onbekende weg. Al lijkt het eigenlijk meer op het gebaande pad. Maar goed, het navigeren is ook niet makkelijk. Tempo wordt er niet eens gemaakt, hè? Jezus. Oké, wij gaan echt wel lekker. Mijn handen is wel echt traag, man. Hé, ik ben hier echt niet voor gemaakt, mensen. Hou je dan vol? Sowieso! Ja, lekker, man. Ik krijg 10 minuten voorsprong. Yes. Tot over 2 minuten. Hanwee, vergeet je niet dat dit een race is? Jullie hebben mazzel dat teamstuk ook niet heel snel gaan. Die zitten midden in de bergen. En dat betekent... Klimmen, klimmen, klimmen. Het is klimmen, dalen, klimmen, dalen, klimmen, dalen. Dat is Georgië. Daar kwamen we vandaan en nu zijn we hier. Echt super vet. Je ziet gewoon die hele route over die bergtop. En op deze bergtop is meer te vinden dan alleen een mooi uitzicht. Dat is gewoon een grasmaaier hier. What the fuck? Best kans dat hij het doet, hoor. Je moet eerst die motor aanzetten, toch? Die boer gaat het natuurlijk sowieso horen, hè? Die gaat niet blij zijn. Hij laat die shit er hier staan. Ja, hij laat die shit hier staan. Wij houden van een avontuurtje, Stefan. Daar houden wij van. Oh. Ja. Ja, bijna. Misschien moet Giel proberen, hij heeft geen tas om. We hebben een nieuw ride, baby. Nee, ik kan niemand kennen dat ik hier uit de auto kan. Je hebt Brabant trots gemaakt, jongen. Ik heb Brabant trots gemaakt. Brabant is zeker trots op je, Giel. Die mag je in je zak steken. We gaan even kijken naar de tussenstand. Team Stuk heeft een flinke klim achter de rug. En zijn nu al dik over de helft van de reis. De hangzitters beginnen nu ook eindelijk kilometers te maken. En staan bijna gelijk met Team Stuk. Dit wordt een nek-aan-nek race, als je het mij vraagt. Dit is gewoon heel zwaar. Het is gewoon echt heel zwaar. En ik snap dat de mensen eventueel thuis denken, goh, maar je kan er gewoon berg oplopen. Maar probeer het maar eens met een backpacktas op van 12 kilo. Oh, oh, oh. Moeten we daar weer omhoog? Jullie kennen natuurlijk Team Stuk al een lange tijd. En ja, we kunnen klagen. Ja, we kunnen het zwaar hebben. Maar stiekem genieten wij echt hier heel erg van. We hebben leuke gesprekken. We hebben mooie avonturen. We maken kilometers. En we komen op plekken die we nog nooit hebben gezien. Hoe vaak ga ik dit nou nog zien? Precies. In de afgelopen 24 uur zijn de hangzitters geen enkel ander levend wezen tegengekomen. En hadden ze alleen elkaar. Maar dan vanuit het niets... komt er opeens gezelschap aan. Mensen, we hebben aankomstbericht dat we er zijn. En een hond. What the fuck? Ineens een hond, in het midden van die bossen. We hebben al dagen geen mensen gezien en ineens staat er een hond. Ik wil zeggen, hondje, als ik even heel eerlijk ben. Er is geen ruimte meer in de tent. De tent is echt vol. Je moet een naam voor de hond hebben, man. Ja, man. Ik zeg Lassie. Lassie? Ik dacht meer aan Robijn of zo. Robijn. Robijn. Ik vind Bravo denk ik beter. Nou, nee, Robijn. Robijn de hond. Doet de was bij. Nou niet, want hij was zichzelf niet, want hij is smerig. Robijn. Jij je ziet. Hebben we nog een energiereep? Je gaat niet een zeldzame reep weggeven aan een hond. Ik ga mijn laatste energiereep geven aan een geel. Nou, het lijkt wel echt, laat eens even zien. Het lijkt wel echt op hondenvoer. Het is echt fucking smerig. Zo. Weet je die hand eraf? Nou, nu heb ik hepatitis. Alsjeblieft, jongen, Robijn. Nou, Robijn loopt niet meer weg, want die denkt, wij hebben eten voor deze. Hé, hey, wat maakt ons sterk? Robijn. Robijn. Oké, Tel. Splitsing, weer, once again. Die kant is eigenlijk de route die we moeten hebben. Okay. Die gaat iets om, maar daar is wel een mooi kasteeltje op die weg. Oké. Okay. Nou dus ja, ik ben topfit, jij ook, Schiel ook, dus laten we gewoon... Want dan is het onbekende pad is wel echt een mooi pad, want daar zit een kasteeltje op. En Giel heeft zin in een kasteel, zie je? Ja, hij heeft zin in een kasteel. Nou, dan gaan we naar een kasteel toe. We zijn weer aan het dalen. We zijn weer aan het klimmen. Hé hey, jongens, het niveau daalt. We klimmen en dalen. Dit is toch geen kasteel, man? Wat is dit voor fucking pauper zo? Die weg loopt ook dood. Nou, laten we even gaan kijken. Wat? Hoe wil je daar komen? De weg houdt op. Nee, dit is een klein paadje. Nou, dit is het dan. Dit is het dan. Anderhalf uur voor omgelopen. Het uitzicht is hier echt adembenemend. Ja, fenomenaal. Holy shit. Kijk nou. Bizar, man. Oh! Oh! Help!
Ik wil naar huis! En dan komen de jongens erachter dat ze pas het topje van de ijsberg hebben ontdekt. Oh man. Ja, dit is de betere kant. Oh. En dit is de kerk. Nee, die deur die ging open. Wie lult? Is er iemand, denk je? Weet ik niet. Hallo? 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 Oh. Oh! Oh! Da. Hallo, we willen de kerk bezoeken. Ja. Razen we. Ah, top. Ah, mooi man. Razen we. Dit is een bedevaartsoord. Hier komen dus mensen heen. Na een lange reis steken ze een kaarsje aan, bidden ze even tot whatever hun geloof is. No! Sorry. Doe dat dan niet. We hebben een kaarsje aangestoken voor de mensheid. Voor de mensen. Voor de mensheid. Ja, die het beste in zichzelf naar boven willen halen. Ja. Ik wil een kaarsje aansteken. Ik steek een kaarsje aan voor onze ziel. Want die is dood gegaan tijdens deze wandeltocht. De hoop dat wij heel hard thuis komen en dat onze moeders ons weer in de armen mogen sluiten. Ik ga ook een kaarsje aansteken. Doe voor alle lekkere wijven in de wereld. Voor alle lekkere wijven in de wereld. En mijn vriendin. Deze is voor de mensheid. Deze is voor onze ziel. Deze is voor alle lekkere wijven in de wereld. En mijn vriendin. En Stefans vriendin. Maar is jouw vriendin al geen lekkere wijf? Hey, niet zo, hè. Gewoon dubbel op, bedoel ik. Mooi gebaar, jongens. Nu weer vaart maken om het anderhalf uur in te halen. Want ondertussen zijn de hangzitters flink doorgestapt. Maar beginnen nu ook de vermoeidheid te voelen. Nou, we zijn om 6:45 vertrokken. Dus laten we zeggen 7:00. Jezus. Het is nu bijna 5:00. Dus 10:00 bijna. Bijna 10:00 gelopen. We hebben wel af en toe pauze gehad. En we hebben heel lang al gezelschap van Robijn. Hey, ja, Robijn. Die is er gewoon bij nog steeds. Ik zweer het je, als wij morgen zeg maar bij het eindpunt komen, waar we een stukje volledig vernederen, dan gaat hij mee. Hij loopt gewoon, ik denk dat hij ook straks naast onze tent gaat slapen. Volgens mij is hij alleen bij ons voor het eten, maar goed, maakt niet uit. Als die team Stuk maar bang maakt. Of we kunnen hem ook inderdaad als killer door inzetten. Ik vind Stuk TV wel echt zo'n team wat dan bang is voor een hond. Dat als er een hond komt, dat ze allemaal weg gaan rennen. Jezus. Oké, daarom hebben wij Robijn mee. Van, oh, gevaarlijke hond, is niet. Nou, mochten jullie verliezen, jongens, dan hebben jullie nog een troefkaart. Nu is het tijd om lekker de tent op te zetten. En gaat Raoul een lekker maaltijdje voor jullie koken. Voor de hond bedoel ik. Oh, hij gaat ervoor. Nou, chapt het als koek, hoor. Ondertussen is bij Team Stuk de hitte naar hun hoofd gestegen. Hallo, sir. Hallo. Hi, Stuk TV. Ah, yes. Welkom. We came for the camping spot. Ah, de camping spot. Oh ja, I will check first. Oh, daar loopt dus ons kantoor in. Sir? Yes. This is a beautiful spot. And if the thunder comes, it's not coming here. Okay. I called the thunderstorm, it's not coming here. It's helemaal safe. 9:00 morning, check out. Okay, you can play. Okay. I make beautiful breakfast for you. Bye-bye. Thank you, bye. Ik denk dat jou hier ook wel vrolijk voor wordt, toch? Dat is een goed plekje. Ja. Hey, gasten. Het is gefixt. Ja, is dit het? Ja. Is het geregeld met die camping eigenlijk? Ja, man. Dat was een beetje relaxed. Ja, dat is natuurlijk. We mogen hier, dit hele veld is van ons. Perfect. Ja, top. En zodra Giel zijn tentje heeft opgezet, de andere jongens in hun kokon liggen, is het tijd voor beide teams om te gaan slapen. Wat rusten, jongens. Wat rusten. Dames en heren, het is weer tijd om te gaan pitten. Ja, en we willen waarschijnlijk rond 5:00 eruit. Ja, 5:00 willen we weg. Nee, het begint hier tyfus heet te worden, Jezus. Ja, is niet hey, zullen we stemmen gaan wijzen wie uit tent moet? 3, 2, 1. Ah, kut, zei hij. De teams hebben er inmiddels al ruim 32 uur op zitten op de vlaktes van Georgië. En het is tijd voor een tussenstand. Wie zal deze reis van locatie onbekend gaan winnen? Team Stuk heeft na veel klimmen en dalen een afstand van 20 kilometer afgelegd en maken zich klaar voor de eindsprint. De bankzitters en Hanwee zitten Team Stuk op de hielen, maar hebben morgen nog een flink verschil goed te maken. Dit is het eindpunt van deze locatie onbekend. Het Diet Gori monument. Gebouwd ter ere van een veldslag die hier in 1121 werd gewonnen en leidde tot de bevrijding van Georgië. Maar anno 2021 wordt hier een hele andere strijd uitgevochten. De strijd tussen de bankzitters en Hanwee en Team Stuk. Die weer flink op de proef worden gesteld. Oh shit, jongens. Ik ben niet bang snel voor onweer, maar we zitten gewoon best wel hoog. We zitten letterlijk op 1500 meter hoogte. Jongens,
De onweer zit echt helemaal boven ons. En schijnbaar zijn de weersverwachtingen zo erg vannacht dat het van 2 tot 5 nog erger kon weer. De onweer zit nu boven ons. Dus wij hebben besloten om naar beneden te gaan zo snel mogelijk. Want we liggen gewoon op de top van de berg. En we worden... Ja, oké, okay, cool. Doodeng. Fuck, ja. Het is echt doodeng dit. Fucking hell, waarom doen we dit? Stap op het veld. We zijn de tent uitgevlucht. We zijn aan het wachten ergens in die greppel. Ja, we zijn hier een stuk lager nu. Ja. En we gaan eigenlijk wachten tot het onweer weer voorbij is. Succes vannacht, mannen. Na wederom een helse nacht achter de rug te hebben, breekt de dag van de eindstrijd aan. Het is iets na vijf. Het is bijna 5:30, ja. Bijna 5:30. Het is nog een beetje donker buiten, maar dat maakt ons niet uit. We gaan een stuk TV verslaan. Ja, dus alles inpakken nu. En rennen. Oh mijn god. Hij is er nog steeds. Yes, Rob, hij komt met me mee. Ik vind het echt schitterend, jongen. Loop zo te chillen, hè? Ja, echt lekker. Team Stuk heeft de halve nacht geschuild voor het onweer. Nadat het onweer is gaan liggen, zijn ze weer terug naar hun slaapplaats gegaan om nog even wat uurtjes mee te pakken. Maar ook dat verliep niet super. Let's go, we gaan de ijsprint inzetten. Ja, we gaan Let's go voor de laatste kilometers. Yeah, yeah, yeah. Yes, let's go. Let's go. Fuck, we lopen verkeerd. Ik zei het toch? We lopen verkeerd. Shit! Ja, dat is het eindpunt. Jezus, zit nou heel in de perk tussen. Hey mensen! Ik zie mensen staan. Hoe de fuck is dit? Ah, ik zie korte broeken. Bazalijs en productie. Het zijn ze sowieso, man. De spanning stijgt. Beide teams weten nu waar het eindpunt is. Nou, maar wat ze niet weten, is dat beide teams nog een kans hebben om te winnen. Hey, ik zie een blauwe rugzak, man. Mijn zus is wel afgedaan, hè? Maar het allerbelangrijkste. Welk team zal als eerste het eindpunt bereiken? Hij is nog ver. Ik weet niet wat het is, maar dat is ons eindpunt, jongens. Het is een monument. Wat is het, een monumentje of zo? Rugzak, gaan we af en rennen? Nee, we moeten weer ophalen. Ja, boeien. Ik zou het alleen doen als we nu het Team Stuk echt gewoon aan zien komen. Kom, 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 kom! Robijn! Kom! Ik zie nog niemand, ik zie nog niemand. Zij zijn er nog niet. Kan niet, nee. Wat is het? Wat is het? Dit moet je wel zien. Kijk, hij doet een dans op de berg! Kut! Ze staan erachter, hè? 20 minuten geleden waren het de bankzitters in Almee die als eerste de top bereikten. En dat maakt hun de winnaars van Locatie Onbekend in Georgië. We zijn er! Applausje hoor voor jullie, jeetje. Dit is onze vierde teamgenoot die ons al 2 dagen volgt. Robijn. Weet je niet? Nee. Ja. Hoe heet die? Robijn. Robijn? Een hond. Ja. De hond. Dat meen je niet. Al 2 dagen. Al 2 dagen. Hij wordt naast de tent gepit en zo. Gefeliciteerd, boys. Gefeliciteerd, man. Hé, Robijn was wel traag, man. Ah, hij is echt goed. Gefeliciteerd. Lekker, jongen. Maar, Georgië? Ja, we hebben niemand gezien. Nee, maar jongens, echt wat echt belangrijk is, dit boeit me allemaal gereed. Hoe lang zijn jullie hier al? 20 minuten. Dat meen je gewoon niet, jongen. Jongens, ik heb goed nieuws voor ons. We hebben volgende week weer een kans om te winnen. Yeah! Lekker! En dit zie je de volgende keer in Locatie Onbekend. Dit is stereo! Zo last van mijn knie en elke stap die ik zet is echt gewoon door merg en been. Wat moeten wij zonder Giel?